Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 23 augustus 2016. Dit is de bulletin van dinsdag. Er zijn moesten worden in de volgende snelheden: 12 woorden, 8 woorden, 15 woorden, 26 woorden, 40 woorden en 50 woorden per minuut. Verder is er in PD90 een echt mooie foto gemaakt door PH3UNX van een van de mooiste vuurtorens die ik ooit heb gezien. Vandaag, net als gisteren, enige aandacht voor de ballonvossenjacht die op 11 september plaatsvindt. Vandaag laat ik de start en een paar andere fragmenten horen van de ballonjacht van 2014. Waarschijnlijk dat ik tussen nu en 11 september in ook nog wat van vorig jaar zal laten horen. Ik begin met de start in 2014 dus. Nou, hier een stukje van de start. Hallo? Ja, ik hoor mezelf al. Kijk, dan doe ik mijn oortje even uit. Maak ik in de war. Iedereen, ontzettend goedemiddag. We zijn vandaag live aanwezig, althans even via het audio, maar ook hetgene wat wordt opgenomen hier op het waarneemterrein van het KNMI. Bij de oplating van de ballon. Het is dit jaar de 36e keer dat het gebeurt. En het is altijd wel een beetje spannend. Misha. Ja? Hoe voelt ie? Nonnetje schijnt ook. Iemand even weg. Zo. Ja, goed joh. Richard staat inmiddels met de ballon in zijn handen, dus volgens mij gaat het ieder moment gebeuren. Oké, nou, heel spannend. Ik ga nog even kijken. Richard van het KNMI. Je hebt vandaag ontzettend veel moeite gedaan om de ballon weer een hele mooie ballon te laten zijn. Ik hoop het. Wat hoop je? Dat die ballon goed gaat. Ja, het gaat toch altijd goed? Nou, het is nog niet gezegd hoor. Vind je het wel een beetje spannend? Elke keer spannend? Ja, tuurlijk. Ja? Oké. Okay. Maarten, loopt hij met de zonde in zijn hand? En? Het bolletje, ja, hij doet het. Dus, alles doet het? Ja, volgens mij wel. Dus we gaan het zo meteen zien. Oké, de ballon gaat nu langzaam aan. Langzaam omhoog laten en dan kijken wat hij doet. Kijk eens aan, de ballon gaat nu omhoog langzaam. Misha staat helemaal onderaan nog met de transponder. Voor degene die dat eventueel zouden willen weten. Je kan erin op 432.55. En je komt er dan uit op 145.475. En het baken van de waar die opgesteld kan worden, zit op 145.450. Kan die? Dames en heren. 1. De oplading 36. En de start daarvan is een feit. Er staan al een aantal pijl-equipes buiten het KNMI-terrein, ook al hier te nemen. Iedereen ontzettend veel succes. Let wel even op je rijgedrag, moeten wij aangeven. Het kan soms wel heel spannend in de auto zijn, maar je moet ook wel op het verkeer letten. Iedereen terug naar de reguliere operators van PI3 UTR en PI2 NOS. Nadat het ballon was opgelaten duurde het ongeveer 36 seconden voordat het baken hier bij mij op die matige ontvanger door de squels heen kwam. Om 4:05 was de jacht min of meer ten einde toen werd de locatie van de vos bekendgemaakt. Dat was in de Brierstraat in het Brabantse plaatsje Hees nabij Os. De ballon volgde daarbij vanaf Utrecht een nagenoeg rechte lijn over Culemborg en over de Betuwe bij Tiel. De winnaar is het team van Chris Stam, PD2 CSD en Rob Verdolt, PE2 RVD. Zelf vind ik de transponder ook altijd geweldig leuk. Hierna volgen een paar van de eerste QSO's via de ballontransponder in 2014 dus. Hier komt ie. Alpha 9 Mike Bravo. Piano Romeo Delta Alpha, ik kom mezelf terug. Van PA3 Foxtrot Yankee Mike Portable. Papa Delta 1 Juliet Romeo Golf. Oké, van PA3 Foxtrot. Het allemaal een beetje, PA3 Foxtrot. Perfect overheen van PAGC. Nou, Roger, jou ook Stam. Oké, perfect. Nou, veel plezier. Wij gaan terug naar het vluchtleidingscentrum. Ciao. 73, succes. Ja, goedemiddag, Stam. Sierra. Papa van 9, Foxtrot, Possible. Papa Delta 1, Bravin. Goedemiddag, Stam. Komt er op 3, Mike vrij voor de Papa Alpha 8. Via internet.
te zien van de ballon. Oké, succes. Papa Delta 3, Mike Romeo. Ja, TD3, Mike Romeo. Dit is een Mike Portable. Ja, oké, prima. Dan komt dicht. Papa Delta 1, Juliet Romeo Golf. Papa Echo 2, Charlie. Ja, TE2, Mike Charlie. Prima gehoord, speel die Fox Junkie Mike Portable. Ja, TE2, MC Portable. Alfa Romeo. Delta 1. Oké, okay, de Papa Delta voor Mike Alfa Radio. Radio. You're, it's a good signal, over. Vanavond vanaf 20:30 is er als het goed is weer de DISTA-ronde op XRF088B. Je kunt die ook meeluisteren via de site van Frans, PD4FMJ, op www.pd4fmj.nl. En ja, inderdaad, mijn stem is nog niet helemaal op peil. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. De SSTV-beelden bij de uitzendingen kun je met de smartphone voor de luidspreker ontvangen met de app Robot 36 bij Android en CQSSTV voor iOS. Verder is er MMSSTV voor Windows en QSSTV dat je met apt-get install kunt installeren op alles wat op Ubuntu lijkt.